Hallo, ik ben Kelly Radstok voor de Piratenhitskanaal in samenwerking met RWB Muziek en Vinyl. Mijn gast is vandaag Manon Stokman. Welkom in de huiskamer, Manon, van de Piratenhitskanaal. Dankjewel, Kelly. Oké. Leuk om hier te zijn. Mooi. Ja, ik vind het ook hartstikke leuk om je als gast hier te hebben. Dus eigenlijk wel voor de eerste keer. Ja. Dus wel spannend. Heel spannend, ja. Manon, je bent een getalenteerde zangeres uit Amsterdam. En je eerste artiestennaam was Coco. Ja. Oké. Okay. Heel lang geleden. Ja, het jaren 90 was dat, als ik het goed heb. Ja. Oké. Okay. En op 14-jarige leeftijd deed je mee aan talentenjachten. En won je ook in 1993 je eerste trofee. Ja, die hele grote, de NL-trofee. Dat was wel heel leuk. Mm-hmm. Die won ik met, ik zong twee nummers toen in de finale. Want dat is, ja, er ging best wel wat vooraf aan voorrondes en halve finale. Mm-hmm. En toen zong ik Vrede van Ruud Jacquot. Okay. En ik zong Ik heb zo'n Amsterdams gevoel. Ja, ja. En dat is een vertaling van New York State of Mind. Okay. Van Billy Joel. Een eigen vertaling. Die heb je zelf vertaald en geschreven voor jouw geliefde Amsterdam. Zeker weten. Oké. Okay. Mooi. Amsterdam. In 1994 release Ramhorn je eerste cd. Genaamd Die Liefdesvlucht. Die al binnen 1 week in de Nederlandse lijsten binnenkwam. Ja, ja, dat was heel leuk. Mijn allereerste single en dan al een tipparadeplek. En ja, dat was een hele leuke tijd. En toen kwam Jong Zijn Vrij Zijn erachteraan. Mm, klopt, ja. En daar, die werd heel goed gedraaid, ook door Noordzee Nationaal. Weet je dat nog? In de jaren 90, dat Noordzee en Radio 2 draaide me. Ja, ja, Radio 2, Karel van Kooten. Even nadenken. Dus ja, dat was een mooie periode. Ja, zeker. Even kijken hoor. Je naamzijd kreeg je in 1998 door een cd, de single Jong en Vrij Zijn. Ja, ja. Ja, kan je daar nog iets over? Nou ja, dat was dus wat ik al zei, een heel goed gedraaid nummer. Ja. En iedereen kwam naar me toe, Manon, je hebt een hit, je hebt een hit. Maar ja, weet je, in Nederland is dat niet altijd zo. Er moet wel meer achter zitten natuurlijk. Mm. En ja, bij ons zat er geen geld achter. Dat, ja, en dat mis je dan toch wel. Als je eigenlijk een nummer hebt wat zo goed opgepakt wordt, dan moet er eigenlijk daarna meteen wat dingen achteraan komen. Ja. En dat, ja, dat is eigenlijk, daar hebben we eigenlijk niet goed op ingespeeld toen de tijd. Maar ja, ik heb het toch mogen meemaken. Dus dat was wel heel leuk. Ja, mooi. En in 1999 sla je een hele andere weg in. Even kijken hoor. Je nam het managen en het produceren van je man Pierre naast je solo carrière op je. Ja, weet je, ik merkte toen gewoon dat er veel aandacht naar Pierre ging. Hij kreeg kansen. En omdat je allebei zingt, dan is dat best wel heftig. Dan moet toch wel één van de twee een stap terug doen om de ander dus meer kans te geven. En dat heb ik toen gedaan. Ja, en Pierre heeft toen toch tot 2005 wel heel veel singles en albums uitgebracht. Mm-hmm. En dat heb ik met plezier heb ik dat gedaan, weet je. Je kunt niet op twee paarden wedden in dat vak. Je moet echt voor één persoon gaan. Ja. En omdat we zoveel van elkaar houden, mm-hmm, dat we dachten van nou, nu krijg jij die kans, dan gaan we er gewoon met z'n tweeën voor, mooi, weet je wel. Ja, ja, mooi. En zo is dat nu ook weer het geval, dat hij dus mij... Ja. Achter mij staat op allerlei manieren. In 2005 concentreer je wat meer op je eigen carrière. En tijdens je optredens zong je succesvol het oude dance classics in de jaren 70-80 repertoire. Ja, heerlijk. Ja, dat is wel mijn sterke kant. Het Engelstalige werk, dat vind ik zo heerlijk om te doen. En vooral tijdens optredens, zeg maar. Ja, voor de 40ers en de 50ers en de 60ers. Ja, doe ik dan lekker die oude dance classics. En dat wordt heel erg gewaardeerd. Oké. Ja. In 2006 breng je samen met je man een cd uit, genaamd Hollands Feestje. Ja, hebben we 6 nummers ieder
solo opgezet en 3 nummers als duo. Okay. Want we zingen natuurlijk ook tijdens optredens als duo. Ja. En in april 2013 zijn Pierre en jij beide te zien in het programma Bloed, Zweet en Tranen van SBS Show. Ja, het was heel leuk. Waarin jullie zich nog als live... Dit gaat mis. Knippen. Doe maar overnieuw. Doe knip, zeg maar. Even een momentje stilte en dan stel je de vraag opnieuw. Ja, een momentje stilte. In april 2013 zijn Pierre en jij beiden te zien in het programma Bloed, Zweet en Tranen van de SBS-show, waarin jullie zich kunnen profileren als blijvers in het Nederlandse vak. Ja, dat hebben we met heel veel plezier gedaan. We hadden wel het gevoel dat we niet bij de laatste 12 zouden komen. Mm-hmm. Maar we hebben er toch een hele leuke promotie mee gehad op tv. En voor mij zijn ze gaan drukken. Dus ik heb op de stoel gezeten. Leuk, ja, dus ja. Dat was wel heel leuk. En daarna heb ik ook nog Beat It gedaan. Oké. In 2014 was dat. Was ook heel leuk. Heb je dat gezien, dat programma? Met die haai in dat zwembad? Nee, toevallig niet. Ik kijk niet zoveel televisie. En dan werd je erin gedonderd. En ik had een kanonskogel achter me. Dus, en dan werd ik, moet je maar eens kijken op YouTube. Okay. En dan word ik zo door die kanonskogel dat zwembad ingedonderd. Grappig. Ja, dat is heel leuk. Ja, dat is wel leuk. Ja. Door je ontmoeting en samenwerking met het MB Productions teams, Jos van Soelen, Paul Timmer. Jos van Soelen. Paul Timmer en Michael Bruin wordt er vanaf 2015 duidelijk een Nederlandse weg ingeslagen met als het resultaat. Het falen licht. Het falen licht, ja. Ja, heel mooi nummer. Geschreven door André Hazes. Ja, door André Hazes senior geschreven voor zijn nicht. Oké. Okay. Lena. Ja. Die heeft dat toen wel opgenomen in de studio. Maar dat was een heel album met hele mooie nummers. Ze had ook wel een sterk geluid, had ze. Echt wel een volksgeluid. Maar er is helemaal niks mee gebeurd met het album. Mm. Dus dat lag eigenlijk op de plank. Oké. Okay. En toen vroeg... Ik kwam bij Jos om te vragen of we misschien wat... Hij wilde misschien wat met me doen. Ja. En toen zei hij, ik heb een heel mooi nummer liggen. Als jij dat kan inzingen, want ik heb het al een aantal zangeressen laten inzingen, zei hij. Maar ik ben niet tevreden. Als jij het kan inzingen, okay. dan brengen we het met jou uit. Kijk eens aan. Nou ja, toen heb ik het ingezongen. Het is best wel een heftig nummer. Mm-hmm. Ook wel een hoog bereik. Niet, Je moet het maar even luisteren. Het is wel het varen licht. En door Hazes geschreven, dus daar heb ik ook wel wat aandacht mee gekregen. Okay. Dus dat was wel heel leuk. Ja. Paul Timmer is inmiddels overleden. Mm-hmm. Dat is ook wel een vriendje van ons. Okay. En Jos van Soelen, weet je wie Jos van Soelen is? Nee. Jos van Soelen is de oude begeleider, manager. En hij was de chauffeur van Hazes. En een beetje zijn begeleider, okay. Dus zijn bodyguard. En, ja. Dat was Jos van Soelen. Okay. En dat heeft hij 20 jaar gedaan. Dus als er eentje Hazes kent, dan is dat Jos. Want die heeft hem helemaal... Ja. Vanaf jongs af aan, zeg maar, gekend. En met Jos heb ik dan 3 singles uitgebracht. Okay. Ja, dus dat was wel heel erg leuk. Leuke periode. Ja, ik kan me voorstellen. Na Falen Licht kwam Als Herboren, geschreven door Bram Koning. Bram Koning, oké. Okay. Die ken je wel, denk ik. Die schreef ook veel voor Hazes en... doet wel leuke dingen. Oké. Okay. Ja, Dries Roelvink heeft hij veel voor geschreven. Ja, Dries Roelvink, die... Ja. En toen hebben we al een beetje het Nederlandstalig. Maar je ziet wel, ik ga van het een naar het ander. Van het Nederlands naar het Engels, naar het Nederlands weer. Ja, klopt. En, ja, weet je, ik vind gewoon alles leuk om te doen eigenlijk. Nou, dat is mooi. En na vele verzoeken van fans en duetten te zingen tijdens optredens, groeit er bij jou en Pierre steeds meer het gevoel van eigenlijk willen we heel graag... op die bühne blijven. Met z'n tweetjes. Met z'n tweetjes, ja. Dat hebben we ook gedaan. Dat doen we eigenlijk altijd. Tijdens optredens zingen we ook wat duetten. Maar we hadden eigenlijk nog nooit een duet uitgebracht. Ik had wel heel veel koorwerk gedaan op zijn cd-albums en zijn singles. Maar nog nooit eigenlijk een duet. En we hebben in 2017, na 25 jaar samen... heel leuk nummertje. Wat kan me gebeuren, heet dat.
En dat gaat er echt over van... wat kan me gebeuren als jij in mijn armen ligt? Ja. Als jij maar bij me bent, dan is alles helemaal top, weet je? Dus, mooi, positief. Ja, ja, leuk. Oké, en nu komt er een nieuw nummer uit. Ja. Een nieuwe clip. Maldito Hypocrita. Maldito Hypocrita. Mijn Spaans is niet zo goed. Ja. Maldito Hypocrita. Ja. Ja, geweldig. Ik heb vuile hagelaar. Ik heb hem gezien, mooi hoor. Geschreven en gereduceerd door Aad Klaris. En is opgenomen in de studio van Aad Klaris. De eindmix is gedaan door NL-factor van Melchior Rietveld. Rietveld, ja. Heeft de eindmix gedaan. Ja. Heel mooi koorwerk opgekomen ook. En de clip is opgenomen in Spanje. Ja, mooi, afgelopen man. Mei. En, ik heb hem gezien. Daar hebben mijn Spaanse vrienden aan meegewerkt. Uit Murcia. Ja, dat is helemaal fantastisch. Die vonden het zo leuk om in die clip te komen. Die hadden echt zoiets van... Ja. En de clip is gemaakt door Erik Nova. Is de tekst helemaal hetzelfde gebleven? Zeg? Ja, we hebben die tekst is letterlijk vertaald. Ja. Oké. Dus, Erik Nova. Ja, Erik Nova is een man op leeftijd. Hij is gepensioneerd, maar hij maakt heel veel clipjes. Al jaren doet hij dat. En dat doet hij met heel veel plezier. Een beetje als eerbetoon aan... Hij maakt clips voor heel veel mensen eigenlijk. En hij is zelf ook muzikant. Mm-hmm. Hij vindt het heerlijk om te jammen. Ja. En dat doet hij ook in Spanje heel veel. Maar hij is ook nog wel in Nederland. En met hem hebben we de clip opgenomen en... Ik ben eigenlijk aan hem gekomen door Georges Calais. Ken je Georges Calais? Georges Calais, dat is een zanger uit Amsterdam. Een Amsterdamse zanger. Die woont op dit moment in Spanje. En die heeft ook pas geleden nog dat nummer Als een meisje moeder wordt van Hazes. Ja, die ken ik wel. Ja. Dat heeft hij eigenlijk als eerste uitgebracht. Okay. Toen zeiden ze dat Hazes, dat was nieuw of oud repertoire van Hazes. Kan je dat nog herinneren? Ja. Dat ze dat opnieuw uitbrachten. Ja, klopt. Maar dat bleek hij al uitgebracht te hebben. Dat heeft Hazes toen aan hem gegeven. Ja, okay. Hazes heeft het voor hem geschreven. Hazes heeft het voor hem geschreven. Dus toen is dat een beetje een hype geworden. Maar, maar een hele leuke man. Een hele goede zanger. En die heeft mij met Erik Nova in contact gebracht in Spanje. Dus dat was hartstikke leuk. Nu komt er een nieuw nummer uit. En een nieuwe clip. Genaamd Maldito Hypocrita. Zeg ik dat goed? Maldito Hypocrita. Oké, mijn Spaans is niet zo geweldig. Ja. Nee, dat is een heel mooie vertaling op het nummer Vuile Huigelaar natuurlijk. En we willen dit ook uitbrengen omdat René is aankomende 2 juli 6 jaar niet meer bij ons. Okay. 6 jaar geleden overleden. Mm-hmm. 9 juli is haar verjaardag. Ook de verjaardag van Aad Klaris trouwens. Dus dat is wel een heel leuk toeval. Ja. Ja, en wij willen toch haar op die manier eigenlijk eren. Mm-hmm. Maar niet in het Nederlands. Omdat ik gewoon vind dat er maar 1 artiest is die vuile huigelaar kan zingen. En dat is René de Haan. Ja. Ja. En ik ben heel blij dat ik het op een andere manier mag doen. In zijn Spaans, op zijn Spaans. Ook omdat ik half Spaans ben een beetje. Ja. Dus ik ben van Spaanse afkomst. Dus dat is ook wel weer heel erg leuk. Ja. En René hield ontzettend veel van Spanje. Ja. Spanje was een beetje haar tweede land, haar segundo país. Dus een soort eerbetoon. Het is echt een eerbetoon aan mijn schoonzuster René de Haan. Ja.